Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Jan's Live on the Road. De ijsroad zijn weer afgelopen, dus normaal gesproken is het maar de vraag wat ik in de zomer ga doen. Maar dit jaar heeft de huidige werkgever ook werk in de zomer. Ze hebben 22 vrachtwagens gekocht en die staan wat verspreid in Alberta en British Columbia. Dus die haal ik wat op en dan later deze maand breng ik ze naar Montreal. Van Edmonton naar Montreal en daar wordt het op een schip gezet. En dan gaat het naar het noorden, naar Nunavik. Daar even wat auto's ophalen. Voor volgend jaar, voor op het ijs. We zitten nog vast, omdat hij geen lucht ophoudt. Tussen de werkzaamheden door kreeg ik de vraag van mijn oud-collega of ik voor hem anhydrous ammonia kon rijden. Dat is een kunstmest onder druk in gasvorm. Het wordt dan in de grond gespoten voordat ze beginnen te zaaien. En daarna kreeg ik een B-train erachter om graan te vervoeren. Zijn we aan het laden? Dat gaat mooi. Vrachtje 2. Hoop ze mooi wat. De rest is al leeg. Het is een mooi weer, het is 30 graden. Hè? We zijn hier met de weg bezig. Ik zit even mooi te luisteren naar het uitlaatje. Zijn we aan het lossen? Vraagje gaan. Met toezicht. Met de witte hendel draai je zo de onderkant open. Even, gaan even ben door. We zijn huizen aan het verplaatsen. We zijn weer aan het laden. Niet het mooiste weer ervoor. Ik heb het wel eens vaker gezegd op het dashboard. Zie je die meters? Die geven het gewicht aan. Niet het perfecte gewicht, maar het gaat om druk. We hebben allemaal streepjes gezet. Dat is het maximum. En dan. We zijn nu met de laatste bezig, die moet dan op 75 komen. Maar als hij op 75 is, dan ben ik op mijn gewicht, zeg maar. Komt het er zo uit te zien? Ze had hij er al snel over gedaan, nu ook weer. Even een LC2 achteruit sturen. Het is veel te nat hier. Dus ze hebben liever niet dat de
Ja, als het kapot draait, zijn als een oesterboom worden. Nou, daar gaan we even achteruit. Nou, als je alle meters goed doet, dan moet er 63.500 uitkomen. Nou, er lag al 300 aan grind en water. Ja, 63.900. Zijn een andere morgen. We zijn weer op lasadres. Het is 63.550. Wel niet verkeerd. Ik heb wat brandstof verbruikt. Dus perfect. En we zijn vraagje 4 aan het lassen. Omdat de weg te nat was en niet bekend was wanneer ze weer wouden laden, heb ik de dag volgemaakt op het erf en mijn oude werkgever weer opgebeld en weer terug in de truckhandel. Ja, we hebben weer wat nieuws. Ik ben weer in de truckhandel bij mijn, ja, ik zou zeggen oude werkgever, maar het blijft seizoenswerk. Het is nog steeds de huidige. En ik breng deze fuel tank eens even naar een veiling. Ik ben nu bij Ritsy Bras. De eerste keer dat ik wat breng. In Europa heb ik ook wel eens wat in Italië opgehaald van Nederland. Wat trekkerspul. Maar nu drap ik wat af. Hier staat ook wel wat handel voor mij tussen. Maar ik heb al een truck gekocht in de Nieuwwijk. Voor de IJsroads. Ja, dit is allemaal handel. Een paar tankers. Ik ga hem ook wel even aanzetten. Ik ben nu onderweg naar Yellowknife Noordwest Territories vanuit Edmonton, Alberta. Met een zeecontainer die wordt overgevlogen naar de goudmijn. In totaal worden er 5 containers overgevlogen, waarvan ik 2 vervoer naar Yellowknife. Bandjes aan het oprollen en ik moet hier even die container las. Bakjes eronder, mooi geschud. We zijn er vandaan gereden. Ik ben nog steeds in Yellowknife. Deze komt van de IJsroads af. En de bedoeling dat ik die mee terug neem.
de kettingen om mijn as gedaan. Doe het niet aan het chassis. Er zit natuurlijk nog een luchtbalken tussen. Het zit allemaal mooi 6 stuks. Ziet er weer goed uit. Het is een 1152 kilometer. We zijn weer op zaak. Alle kettingen even losmaken. We hebben de shovel gepakt. Ik reed om te denken dat de voorwielen op de trailer blijven. Ja, de truck staat op de grond, op de achterkant. Zo. De plan was... Normaal kun je... Zit hij een haak, kun je inhaken en dan zou hij hem optillen, maar het gaat niet. We proberen het nu zo. Hij is vrij. We zien dat we het goed kunnen zakken. Ik zit even te oude hoer met een collega. Hij doet het wedstrijdje met die auto. Als je net bij de vorige stap ligt, mist die een versnelling. We zijn inmiddels in Saskatoon. Even alles checken. Dan gaan we even twee trailers ophalen voor Yellowknife. Dan kunnen we even 2000 kilometer zitten. Dat vind ik mooi weer. Trailertjes staan klaar, papierwerk was klaar. Als het goed is, dit mijn is. In de zeecontainer zitten deze tenten. Die worden dan overgevlogen naar de mijn. Eerst wordt het opgebouwd in de zomer. En dan is het klaar voor het volgend jaar. Wanneer de ijswegen weer open gaan. We zijn weer in Yellowknife. Ik heb weer een truck bemachtigd. Ik neem deze weer terug naar Edmonton. Ik heb hem bij de buren weggehaald.
Ik zit alleen te wachten tot er iemand komt met een shovel om een container eraf te halen. En ik denk, haal die truck maar vast op, dan kan die er zo opgereden worden. Een containertje gelost. En nu PT overheden aan. En dan ja, hij is nou van de heel mooi systeem. We zien, deze zijn de assen. Zie je dan asjes naar voren. Zit je mooi op de grond. Dan rijd ik hem maar op. Het is nu klaar. Alles is, ik heb hem hier een paar keer eromheen gedaan, maar deze is wat korter. Dus ik had wat haken. We zijn weer bij het restaurant. Ik zet hem met opzet aan deze kant. Mooi uitzicht zo. Nou, we zijn alweer de andere morgen. Stroom haalde even af. Ik weet niet hoe goed de batterij of de accu's zijn. De cold start. Gaat hij weer. Nou, we zijn de andere morgen. We zijn weer klaar om naar Montreal te gaan. Ik ben klaar. Ik moet nog op, we gaan met een Convoy van 5. En die andere 4 zijn natuurlijk nog niet klaar. Een dikke setup. Ze hebben het mooi schoongemaakt. De inside. Mooi wat raampjes. Nappen leer. Ik heb mijn spul er al in, maar we slapen in hotels. Ja. Gezellig met z'n vieren nu. We zijn de 5 alweer verloren. Deze 2 tankers. En allemaal onderweg naar Montreal.
net even met afgesproken. Mooi in konvooi. Laatste dagje. Mooi opgaande zon. Nou, we hebben het gehaald. We staan in de haven. Misschien zie ik de boot ook nog wel even liggen. Dit heb ik ook in de vorige video verteld. Maar dit jaar vertrekt de boot in Montreal. En die gaat zo via de oceaan naar het noorden, naar de goudmijn. Kentekens halen we eraf. Maar in de Nürburgring geen openbare weg is. Dus alle kentekens gaan weer terug. Zo, alles afgekoppeld. Ook de setjes. Zijn allemaal op paard, want het wordt allemaal... opgekraand. Allemaal met de kraan wordt het geladen. Dus het is geen ro-ro rollen aan, rollen af. Het is alles met de kraan. Tasjes ingepakt. Want, ik sta nu nog in Montreal, in de haven. Ik vlieg gelijk naar Amsterdam. 6 uurtjes. Ik ben ook nog eerder thuis dan mijn collega's. Maar mooie vakantie geboekt. Was de video dan ook? En dan tot de volgende. Oei oei.